wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dat is een tijd geleden dat jullie mij op je scherm zagen. Oh my god. Dat is echt lang geleden. Ik ben even weg geweest, een hele lange tijd. Of althans, ik ben niet weg geweest. Ik ben gewoon mega hard met mijn eigen bedrijf aan de slag gegaan. En in eerste instantie had ik, zoals je wellicht hebt gezien, op dit kanaal de video's geplaatst. Maar dat leek me niet handig, omdat dit gewoon een heel ander kanaal is. Het is ook wel een lifestyle kanaal, maar veel meer dan alleen een lifestyle kanaal. En dus heb ik een aparte YouTube kanaal aangemaakt voor mijn bedrijf, voor Oog op Jezelf. Dus als je nou zoekt op Oog op Jezelf coaching, dan vind je daar voortaan alle coaching video's, alle tips, alle tricks, handvatten, noem het maar op, over hoe je met bepaalde thema's in je leven om kunt gaan. Dus echt heel anders dan de video's die op dit kanaal eigenlijk voorheen kwamen. Nu kreeg ik van zoveel van jullie de vraag: Saar, wat ga je dan doen met je oude kanaal? Ga je het weer oppakken? Ga je weer video's maken? En ja en nee, kan ik je zeggen. Ik ben van plan om dit kanaal, om hier nog wel video's op te plaatsen, maar ja, pin me er niet op vast. Het zal geen wekelijkse structuur worden of zo. Het zal eerder één tot twee keer in de maand een video worden, wellicht op dit kanaal. Hangt er echt vanaf hoe druk ik het heb met mijn eigen bedrijf. Daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En om daarnaast dan nog video's te maken voor mijn privékanaal, ja, dat kost gewoon veel tijd. Tijd die ik niet heb, dus ja, ik kan het ook niet toveren. Maar goed, ik heb geshopt afgelopen dagen. Want wat moet je anders doen tussen die periode van de kerst en oud en nieuw? Ik weet het niet. Als jij het weet, laat me weten wat jij doet. En ik dacht, het lijkt me wel leuk om dat op te nemen. En om aan jullie te showen natuurlijk wat ik heb gekocht. Niet om te showen ermee, maar meer. Ik weet dat jullie gewoon shoplog super leuk vinden om naar te kijken. Net zoals dat ik dat zelf vind. Dus ik dacht, ik ga het gewoon opnemen. Ik ga het gewoon laten zien aan jullie. Want de Lush heeft sale momenteel. De Rituals heeft sale momenteel. En daarnaast ben ik ook nog naar de Kruidvat geweest. En nog naar een ander winkeltje. En het leek me leuk om dit aan jullie te laten zien. Dat had ik al gezegd, dus ik ga het gewoon laten zien. We beginnen met de Lush natuurlijk. Die hebben momenteel sale. En ja, ik was benieuwd wat voor producten ze momenteel in het assortiment hadden. En natuurlijk ook naar de sale. Dus daar heb ik als allereerste deze gekocht. Er zat nog een strik omheen. Die heb ik al afgehaald, want ik had de producten ook al in de badkamer gezet. De Winter Wonderland is die box. En er zit in de Snow Fairy Shower Gel, de Baked Alaska Zeep, Rub 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 Body Scrub, Once Upon a Time Body Lotion en de Comfort Zone Shower Balm. En deze was afgeprijsd van €40 naar €20. Dus ja, dat vind ik persoonlijk echt geen geld voor een box met 5 producten erin. Super lekkere producten. Ik heb ze eventjes los erin gedaan. En ik kreeg ook nog zo'n proefje erbij van de Olive Branch Shower Gel. Want daar was ik zelf al heel erg nieuwsgierig naar. Super, Lush is altijd zo behulpzaam. Zo'n vriendelijk personeel staat er in de winkels. En ja, ik vind het gewoon echt een topwinkel. En wat ik trouwens heb gedaan, een tip voor jullie misschien, voor diegenen die nooit weten waar ze die showerbombs of zo in moeten doen, of zeepjes of andere dingen. Ik heb mijn showerbomb gewoon in een oude verpakking van de Rub 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 shower scrub gedaan. Dan blijft hij dit namelijk gewoon droog en dan, ja, dan zul je ook zien dat hij niet zo meer blijft schuimen, zeg maar. En dat hij niet vochtig wordt als je gewoon aan het douchen bent. Dus dat is super handig. Dan kochten we verder nog een gift set. En deze was ook afgeprijsd. En dit is de, even kijken, Happy Christmas. En in de Happy Christmas zit de, even kijken, Santa's Grotto Bath Bomb. Snowman Dreaming Bath Bomb. Luxury Lush Pot Bath Bomb. En de Shoot for the Stars Bath Bomb. En die kostte eerst €32 en nu nog maar €16. Hoe goedkoop wil je het hebben? €4 voor een bath bomb. Dat is best wel cheap. Dan kochten we nog wat andere losse bath bombs erbij. De Comforter bath bomb. Die ruikt echt mega lekker naar de Comforter.
Dus met zwarte bessen, geloof ik. Die ruikt zo enorm lekker. Nog steeds balen dat ze de shower gel niet meer hebben. Maar goed, ze hebben nu mega veel andere producten. Wel met diezelfde geur erin nog. Dus dat is echt top. Dus die kochten we. En die is, even kijken, €5,50. Dan kochten we ook nog Not So Secret Santa. En dat is nog een bedbomb uit de kerstcollectie dus. Die was niet zo duur. Die was volgens mij ook afgeprijsd ook nog eens. Even kijken. Ja, die was eerst €5,50 en nu de helft van de prijs. Dus nu kostte die maar... Nee, wat zeg ik nou? Ja. Ja, eerst €5,50 en nu €2,75. En die is echt super grappig met zo'n Santa mannetje erin. En hij lijkt heel saai, maar hij zit dus gewoon vol met kleur. En volgens mij zit er zelfs ook nog iets in of zo. Stond er op de verpakking, dus ik ben heel benieuwd. En hij ruikt super lekker. Daarom heb ik hem met name gekocht. Hij heeft de geur van, even kijken. Oh, het is een zoete citrus bruisbal. Dus hij ruikt naar citrus vooral. Maar ook wel zoet, dus dat vond ik wel heel erg lekker eraan. Dan kochten we nog de Mint Bubble Brush. En dit is dus zo'n, zo'n borstel of zo'n stokje met iets eraan die je dan onder de kraan houdt, onder de lopende kraan. En deze ruikt echt mega fris, want deze heeft de geur van mint onder andere. En die was nu maar €3,98, want er zat ook 50% korting op. Die was eerst €7,95. Dan kochten we ook nog een bedbomb, de laatste, en dat is Melusine. En even kijken, die is €7,50. Die was ook niet in de sale. Maar die ruikt zo lekker. Ah, die geur. Om op te eten, echt waar. Dit is hem. Niet heel speciaal of zo, maar die geur is zo lekker. Staat er niet op, maar ik dacht dat er iets van ylang ylang in zat of zo. En dat vind ik altijd echt een hele erg lekkere, ontspannende geur. Dus die kochten we ook nog. En dat zijn alle producten van Lush die we geshopt hebben. Dan ga ik even door naar de tas van de Kruidvat, want er zit nog van alles in. Als allereerst iets van een andere winkel dan de Kruidvat. Dit is zo'n natuurwinkel, zo'n soort Holland en Barret winkel is het. En daar kochten we een zoute lamp. Dus zo'n lamp van Himalaya Salt. En die schijnen heel erg goed te zijn, omdat ze de, als ik het goed zeg, de ionen, in ieder geval de soort zware metalen in je lichaam verwijderen en aantrekken. Ik weet de exacte benaming er niet voor. Ionen, kionen. Nee, ik zoek het wel even op. Ik zet het wel even in beeld. Maar zo'n lamp schijnt dus echt heel erg gezond voor je te zijn. Zo ziet hij eruit. Best wel een redelijke lamp nog. Hij is, denk 3 kilo ongeveer. En dan zit er gewoon een lampje bij. Je kunt hem in stopcontact steken. Super ideaal voor op je nachtkastje. En deze was €20. Verder kocht ik nog bij de Kruidvat deze deodorant. Want ik zag bij iemand laatst dat de Kruidvat vegan deodorants heeft. En toen dacht ik, hey, dat is handig. Die wil ik een keer gaan uitproberen. En deze zijn dus vegan en daarnaast, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat ze geen aluminium chlorohydraat bevatten. En dat bevatten ze dus ook niet. En deze ruikt naar lavendel en vanille. En het is een aparte geur. Als je hem ruikt in eerste instantie zul je hem misschien niet gelijk lekker vinden, maar ja, de geur went en hij ruikt naar lavendel toch ook wel. En dat vind ik zelf echt een super lekkere geur. Dit is een roll-on. Ze hadden ook spuit. Ze hadden ook zelfs zonder geur. Dus voor mensen met een gevoelige huid of die gevoelig zijn voor parfum, die niet tegen parfum kunnen, hebben ze dus ook versies zonder parfum. In zowel een spuitvariant als een rolvariant. Echt super netjes. En ja, volgens mij heet het merk Salt of the Earth. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel, want het staat overal op. Hij was niet heel goedkoop. Ik geloof dat hij €7 was.
Het is niet mega goedkoop, maar ja, ik heb het er wel voor over. Ik vind sowieso een goede deodorant heel erg belangrijk. En als die werkt, nou, maakt mij de prijs niet echt heel erg uit. Dan kocht ik ook nog een shampoo bar. Ik was ook hier heel erg benieuwd naar. Ook hiervan zag ik dat ze die dus verkochten bij de Kruidvat. En deze zijn ook vegan. Daarnaast met kokosnootolie. En hij ruikt echt mega lekker ook naar kokos. Dus daarom kocht ik hem ook. Super lekker die geur. Ik ben echt super benieuwd hierna hoe die mijn haar verzorgt. En of die niet... Want soms laten die bars nogal zo'n vette laag achter. Je haar moet er vaak even aan wennen, weet ik uit ervaring. Maar we gaan het zien. Deze bar was dus ook 7 euro. Maar goed, hij gaat 2 keer zo lang mee als flessen. Dus uiteindelijk betaal je net zoveel als dat je 2 flessen shampoo koopt. En als laatste kochten we nog wat vitamines bij de Kruidvat. Dat was 2,5 prijs. Kurkuma hebben we gekocht en B12. 2 vitamines waarvan je nooit echt te veel kan hebben in je lichaam. Dus heel erg belangrijk, met name met deze griepperiode. En als laatste dan de rituals nog. Jezus, ik ben lekker weer op dreef met kletsen en met kopen ook vooral. Ik kocht 2 dingen voor mezelf en daarnaast nog een cadeautje voor David. Ik begin met het cadeautje voor David. Ik heb deze voor hem gekocht. Dit is zo'n giftbox set van de Hammamlijn. Dit is de small versie, dus met 4 kleinere spulletjes erin, zeg maar. Dus kleinere shampoo, douchegel zit erin. Even kijken, er zit een shower foam, black soap, shampoo en handwash. En deze kost €20,90. Maar daarvoor heb je wel een hele leuke box met diverse dingen erin. Zo ziet hij eruit. En deze geurlijn vinden we allebei zo enorm lekker. Bestaat uit eucalyptus en rozemarijn. En ja, dit is toch echt wel een van mijn favoriete geuren van de rituals. En sowieso de favoriete geur van mijn vriend. Dus ja, superleuk setje om cadeau te geven. Deze dagen aan iemand die je lief hebt. Dus daarom gaf ik hem David cadeau. Deze was dus niet in de sale. Deze kost gewoon €20,90. Yes. Verder ik heb trouwens helemaal niks uit de sale van de rituals, bedenk ik me nu. Ik kocht ook nog deze thee. En dit was de laatste die ze hadden. Dus ik dacht, oh, I need it. Want deze ruikt zo lekker. En ik ben dus ook heel erg benieuwd naar of hij ook lekker proeft. Dit is met cinnamon en ginger, oftewel met kaneel en gember. Die geur. Oh, zo lekker. Ja. Oh, ik kan hem niet openmaken. Maar er zitten in ieder geval 25 van die piramidezakjes in. Met dus verse thee. En ik heb ook zo'n kommetje van de rituals. En ik vind het dan echt heerlijk om er echt lekker zo'n ritueel van te maken. Lekker thee te zetten. Lekker gewoon mindful thee drinken. Theezakje erin. En lekker dat kommetje zo vast te houden. Echt, daar heeft Rituals echt de perfecte producten voor. Daarnaast kocht ik ook nog deze conditioner. We hebben namelijk ook dus een grotere versie van de shampoo. En die is echt heel erg lekker. Die geur is gewoon super lekker. Maar we hadden nog niet de conditioner. En ik zag deze en toen zag ik ook dat die argonolie bevat. Dus toen dacht ik, daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. En die wil ik wel kopen. En ja, het is gewoon weer met de heerlijke geur van rozemarijn en verse eucalyptus. En gewoon een conditioner dus om te gebruiken na je shampoo. Even kijken, de conditioner is €9,50. En de thee is €6,50. En dat was hem weer, jongens. Dat was alles wat ik geshopt heb. Toch nog redelijk wat. Volgens mij is het ook best wel een lange video geworden. Sorry daarvoor. Ik hoop in ieder geval dat je hem leuk vond. Ik wil jullie een super goed uiteinde wensen natuurlijk van 2019. Op naar 2020. Op naar een super mooi, inspirerend nieuw jaar. Dat vooral gelukkig en dat je vooral gelukkig mag blijven en gezond mag zijn. Een heel fijn oud opnieuw dus. En ik zie jullie weer volgend jaar. Bye bye!